Gaat goed, ja. Ik hoop dat ze winnen. Ja. Heb je je best gedaan? Ik heb mijn best gedaan. Ik heb alles eruit gekregen wat ik kon, ja. Ik probeer het. Ik probeer mijn zenuwen een beetje onder me te houden, maar het moet een beetje uit. Wat zit er in jouw oliebol dat in al die andere oliebollen niet zit? Liefde. En hoe heb je dat erin gekregen? Vanuit mijn hart. Hoe zijn je oliebollen gelukt? Nou, het zijn wel mooi, maar ik weet niet zeker of het wel lekker is of niet. Oh. Heb je het zelf al geproefd? Ja, ik vind het best wel lekker. En dan komt de meester oliebollenbakker proeven. Je hoort hem al, hè? Ja. Richard is onder de indruk van de kwaliteit. Hij kan bijna niet geloven dat dit eerstejaar studenten zijn. Hij test de oliebollen op verschillende onderdelen. Nou, lekker krokant. En lekker veerkrachtig. En dat hij een goede smaak. Je zag het er net al. Ik denk, Is het iets bijzonders? Ja, iets bijzonders. Ja, dat ik er net al gezien. En dan de moeilijke taak voor Richard om te bepalen wie de beste oliebollen heeft gebakken. En dat is Romy Eland. Ja, ze waren gewoon super lekker. Ze waren krokant. En er zat een heel apart smaakje, een beetje hazelnoot. En dat was echt lekker. Ja? Ja, vond ik echt lekker. Romy, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ik heb geen idee. Thee maar wat! Ja.